Welkom bij weer een nieuwe koffiebreak video. Korte video's die je snel kunt kijken tijdens een kopje koffie, kopje thee. of als je even tussendoor wil zitten en een videootje wil kijken. zijn deze video's uitermate geschikt. Wat heb ik vandaag voor jullie? Ik heb voor jullie uh, een digikit. Ik heb mijn. Junk journal hier liggen, een steampunk junk journal, en dit was een digikit. Ik heb hem laten zien op mijn groep op Facebook, op mijn gewone Facebook pagina, en werkelijk waar mijn messengerbox is ontploft, eh. Uh, Helemaal niet erg. Ik vind het heerlijk om al jullie vragen te beantwoorden via Messenger. Maar het waren er zoveel dat ik dacht: nou, dan moet ik daar toch maar even een video over gaan maken. Om het jullie allemaal te laten zien. Want wat is nu een digikit? En uh, ik wil jullie gelijk mijn Steampunk uh, Junk Journal laten zien. Nou, dit is een digikit geweest van My White Cat Journal. Uh, zij heeft een soort winkeltje op Etsy. En uh, op Etsy kun je heel veel digikits en digitale bestanden, want dat is een DigiKit eigenlijk. Uh, kun je daar vinden? Die kun je daar kopen op Etsy. Vaak maar voor een paar euro. En dat zijn echt hele mooie bestanden, maar jij kunt ook genoeg. Uh, bestanden vinden op uh, andere plekken op internet. Uh, soms hebben mensen eigen websites waar ze gratis uh, digitale bestanden aanbieden. Die kun je ook downloaden. Die kosten je dan niets. Uh, Facebook kom je gere geregeld wel uh, bestanden tegen die je kunt downloaden. Uh, uh, soms hebben ze een linkje naar een ander platform. Kofi uh, is uh, zo'n platform. Daar vind jij ook ontzettend veel bestanden die jij vaak gratis kunt downloaden, soms ook betaald, maar ook heel veel gratis. Dus ga daar gewoon eens naar kijken. Ik ga allemaal wel heel veel linkjes plaatsen onderin de beschrijving van deze video, waar je het allemaal kunt vinden, waar ik in ieder geval heel veel dingen weghaal. Die digitale bestanden, dat zijn soms complete journals, zoals in dit geval, maar soms zijn het ook hele mooie plaatjes. Soms zijn het hele Mooie teksten. Uh, soms zijn het uh, andere embellishments die je kunt uh, gebruiken in junk journals vaak. Um mooie achtergronden, dus dat jij uh, zelf jouw designpapier kunt printen, heb ik ook al wel eens een video over gemaakt. Dus het zijn echt heel veel dingen die jij, uh, ja, die eigenlijk allemaal op hetzelfde manier werken. Dus jij downloadt, je slaat het op. Ik zou het gewoon op een laptop of op een computer uh, gaan opslaan. Ik heb daar zelf allemaal mapjes voor gemaakt en uh, zodat ik het overzichtelijk heb, dat ik het terug kan vinden. Uh, dan weet ik ook welke bestanden ik gekocht heb, uh, welke bestanden ik Gratis gedownload heb, dan weet ik ook wat ik er vaak mee mag doen. Uh, overal staan voorwaarden bij. Die download ik vaak ook even. Dan kan ik het terugkijken. Uh, soms mag je het gewoon gratis gebruiken, mag jij er alles mee doen wat je maar wil. Uh, Soms mag jij uh, dingetjes uh, verkopen, maar vaak ook niet. Uh, die digitale bestanden mag je vaak uh, voor jezelf gebruiken, maar je mag het dan niet gaan verkopen. Nou, ik weet dat sommige mensen dat wel doen. Die maken iets en die verkopen het dan. Ik weet bijvoorbeeld van deze journal, daar mag ik er duizend van maken en die mag ik verkopen. Uh, boven de duizend daar moet ik daar een commerciële licentie voor gaan aanvragen uh, bij haar. Uh, geen idee hoeveel dat kost. Weet ik niet, want dat wil ik ook helemaal niet. Uh, ik Vind dit ontzettend leuk om te doen, maar ik doe dit voor mezelf. Uh, kan zijn dat ik het weg ga geven, maar ik ga het denk ik niet verkopen. Uh, ja, je weet het nooit bij mij. Misschien vind ik het wel zo geweldig om te doen dat ik het wel ga doen. Maar ik denk het niet. Ik denk dat ik dit gewoon voor mezelf ga houden en dat ik het misschien aan iemand uh, ga weggeven. Uh, als ik er op een gegeven moment te veel van heb gemaakt, dat ik het dan wel weg ga geven. Maar uh, in eerste instantie doe ik dit allemaal voor mezelf, maak ik die dingen allemaal voor mezelf. Dus ik heb op mijn laptop, heb ik uh, allemaal mapjes met uh, allerlei digitale bestanden die ik kan gebruiken. En soms heb ik dingen gedownload, die heb ik nog nooit gebruikt, maar ik heb ze er staan voor het geval dat. En, uh, want dat is gewoon het mooie van die digitale bestanden, je hoeft het niet gelijk uit te Printen. Je print het eigenlijk pas uit als jij het wil gaan gebruiken. En waar print ik dat dan op uit? Nou, soms op gewoon kopieerpapier. Uh, wil ik iets uh, plaatjes gaan maken voor mijn junk journal, hoeft het niet op echt dik papier, dan gebruik ik gewoon kopieerpapier en dat haal ik gewoon bij de Action. Dus gewoon goedkoop uh, kopieerpapier. Maar uh, deze journal heb ik gelijk op wat dikker papier geprint en dit is het papier van uh, Claire Fontaine. Um, ik ga wel even linkjes uh, plaatsen. Dit is uh, wel uh, kopieerpapier, maar dikker kopieerpapier. Dit is 200. 10 gram's nou, kan zonder problemen in mijn uh, printen. Ik heb ook nog DCP-papier liggen en dat is 250 gram's kan ook uh, in mijn printen. Maar ik weet dat ik niet zwaarder moet gaan. Ik moet bijvoorbeeld geen 300 gram's uh, papier erin gaan doen. Uh, 250 dat wil, maar dan moet het wel dat mooie gladde papier zijn. Uh, is het wat stroeve papier, ja dan begint het ook al wat uh, moeilijker te krijgen. En uh, ik heb een Epson printer. Hiervoor had ik een Brother printer. Wilde ook gewoon prima. En ik weet dat een printer van HP ook prima wil. Dus eigenlijk zijn er gewoon heel veel printers te koop die gewoon prima alles kunnen printen. Ik gebruik gewoon goedkoop uh, printerinkt. Dus gewoon van een huismerk. Niks niet te dure Epson-merk uh, uh, printerinkt erin. Uh, ik heb het uitgeprobeerd. Doet exact hetzelfde. Dus laat je niet om de, om de uh, tuin leiden daarmee. Uh, gewone huiswerk werkt ook. Prima, en uh, koop het wel bij de wat betrouwbare uh, uh, ja, uh, bedrijven. En uh, koop het niet zomaar overal. Ik weet voor de Appsen uh, kun jij ook uh, bij de Action de End kopen, en, uh, maar ik koop het meestal online. Um, ik heb uh, een printer waar uh, drie kleuren en een zwart in zitten. Nou, dat is iets waar je even naar moet kijken. Mocht je nog een printer willen gaan kopen, uh, dan is dat wel handig. Dan kun je dat per kleur kun je dat nog gaan vervangen. Hoef je niet in een keer een hele nieuwe erin te doen. Daar wordt het ook duur van. En uh, ja, op die manier kun jij dus al de kosten wat gaan drukken. En, uh, maar nogmaals, je hoeft het niet gelijk uit te printen, uh, je kunt het ook in etappes doen. En en uh, dan kun je er gewoon leuk mee gaan spelen. En uh, je print het dus uit pas op het moment dat jij er ook echt iets mee wil gaan doen. Dus een DigiKit. Je moet het zelf downloaden. Je moet het zelf gaan printen. En uiteindelijk heb je dan iets heel moois. Nou, ik zal nog even snel mijn journal laten zien. En. Um ik zal hem even openklappen. Alles wat je hier ziet zit gewoon in dat pakket. Uh, 17 pagina's had deze DigiKit. Dus dat is echt ontzettend veel. Uh, ik moest alles dubbelzijdig afdrukken. Dus ik ben daar echt wel even druk mee geweest. En uh, een watervalsysteem. Nou, je moet zien hoe, uh, hoe geweldig dat het is. Uh, al die tapjes zaten er allemaal bij. Deze flapjes. Uh, waar de sluiting aan zit. Uh, hier zitten allemaal flapjes met pockets. Met allemaal kaartjes erin. Uh, alles zit er werkelijk bij. Dit is nog een uh, fotolijstje. Die heb ik aan drie zijden verlijmd. Uh, de foto kan ik erin en uitschuiven. Eigenlijk moest die verlijmd worden. Maar uh, ik vond dit wel een leuk extra ideetje. Dus dat heb ik er extra bij gedaan. Een file folder zit erbij. Met allemaal leuke pockets en kaartjes. En ja, inhoud. Uh, ook hier leuke tekst. Er zit. Echt van alles bij. Plus, ik heb nog heel veel materiaal over. Uh, waar ik allemaal nog leuke dingetjes mee kan gaan doen. En zoals ik al zei. Ik kan altijd nog gedeeltes van deze journal gaan printen en uh, voor andere projecten gaan gebruiken. Dus uh, je koopt dit eenmalig. En je kunt er onwijs lang mee gaan spelen. En uh, dus je kunt je echt alle alle kanten mee op. Dus een digiket zelf downloaden, zelf printen, maar uh, laat je daar niet tegen houden. Uh, het is ontzettend leuk. Je hebt echt iets unieks en ik heb het ontdekt en uh, ja, ik vind het ontzettend leuk om voor mezelf te doen. Dus ik dacht, ik ga daar eens een videootje voor jullie over maken. Hebben jullie nog vragen? Stel ze gewoon, maar ga me niet vragen naar linkjes, want die kun je allemaal vinden onder in de beschrijving van deze video. Maar heb je andere vragen? Stel ze mij rustig Rustig ga ik ze beantwoorden. Nou, ik hoop dat het jullie duidelijk is geworden. Dat jullie lekker aan de slag hiermee kunnen. Dat is mijn missie weer geslaagd. En ik zie jullie weer terug bij een volgende video, wat het dan ook is. Voor nu in ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie graag snel terug. Doeg!